zonder René de Chalon zou het Nederlandse elftal nooit in de kleur oranje hebben gespeeld. Breda Nu. Je weet het meteen. Op 5 februari 2019 is het precies 500 jaar geleden dat de geschiedenis van de Oranje Nassau's begint. Dit is namelijk de geboortedag van René de Chalon. Nou, ik heb hier een foto van een belangrijke persoon uit de historie van Nederland. En de vraag is, heeft u een idee wie dit is? Nee, ik heb geen flauw idee. Ik zou het niet weten. Nee, nee. Heeft u de foto wel ooit gezien dat u denkt, die komen wel bekend voor? Nee, ook niet. Nee. Even denken hoor. Napoleon? Ik heb geen idee wie het is. Nee? Nee, echt niet. Ook niet van, oh, dat plaatje heb ik ooit gezien in een geschiedenisboek? Nee, nog nooit. Nee, dat ken ik niet. Zou wel een of andere prins zijn of zo? Of eens... Ja, u bent heel warm, meneer. Dit is hier achter mij het kasteel van Breda. En hier werd op 5 februari 1519 René van Nassau geboren. En René van Nassau, dat was de zoon van graaf Hendrik III van Nassau en Claudia de Chalon. Haar broer was Philibert de Chalon, prins van het prinsdom Orange. En hij had bepaald dat wanneer hij kinderloos zou komen te overlijden, dan zouden al zijn titels, dus ook de prinsentitel, die zouden gaan naar de wettige erfgenaam van zijn zus Claudia de Chalon. En zo werd dus René van Nassau uit Breda, werd de allereerste prins van Oranje en Nassau. Ik wist het niet, hoor. Het is vandaag een feestdag. Ja, maar ik wist het niet. Maar je hebt er niet bij geweest. Nee. Zo ver in de geschiedenis. Oh, dat wist ik echt niet. Dus daar begint de geschiedenis van het huis Oranje Nassau bij deze man. Vandaag 500 jaar geleden. Oké. Okay. Ja, dat was het niet. Oké, okay, goed om te weten. Dankjewel. Oké, nou leuk. Gefeliciteerd. Ja. Nou, u ook. René de Chalon is 25 jaar oud wanneer hij door keizer Karel V naar het slagveld bij Saint-Dizier in Frankrijk wordt gestuurd. En op dat slagveld bij Saint-Dizier in Frankrijk, daar wordt René de Chalon, die wordt daar getroffen door een kogel. Het lichaam verder van René de Chalon, dat werd overgebracht naar Breda, naar deze prinsenkapel. En waar dus meerdere Nassau's en dus René de Chalon als enige Oranje Nassau ligt begraven. Wanneer hij kinderloos zou komen te overlijden, dan zouden al zijn titels, dus ook weer de prinsentitel, die zou gaan naar zijn neef Willem van Nassau-Dillenburg. In ieder geval na zijn overlijden wilde hij bijgezet worden in deze prachtige kerk. Alleen op het moment dat Willem van Oranje werd vermoord in 1584 was Breda in katholieke handen. Willem was inmiddels naar het protestantisme terug overgegaan. Dus hij kon hier niet bijgezet worden. En hij is dan uiteindelijk in de nieuwe kerk van Delft is hij bijgezet. Maar eigenlijk hoorde hij hier in Breda begraven en bijgezet te worden. Breda Nu. Je weet het meteen.